beautiful ladies. Dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Me TV. In deze aflevering krijg je de 4 belangrijkste lessen mee die ik heb geleerd uit dit boek. Het boek van Brené Brown heeft mij ook de moed en de kracht gegeven om over mijn burn-out te praten. Wat echt heel veel zegt, want zelfs sommige vriendinnen van mij wisten niet dat ik een burn-out had. De eerste belangrijke learning is dat liefde en een gevoel van verbondenheid een van onze belangrijkste menselijke behoeftes is. Op het moment dat jij je ergens voor schaamt, krijg je het gevoel geen liefde en verbondenheid met anderen waard te zijn. En daarom, wanneer we schaamte ervaren, vertonen we eerder zelfdestructief gedrag. Dus dat je dingen gaat doen die helemaal niet goed voor je zijn. We vallen anderen eerder aan, of nog erger, we gaan anderen voor schut zetten om onszelf beter te voelen. Wat er natuurlijk voor zorgt dat nog minder aan onze behoeften wordt voldaan en we ons meer verwijderd voelen van andere mensen. Praten over iets waar je voor schaamt of iets ergs wat je is overkomen is dus belangrijk als jij in je behoeftes aan liefde en verbondenheid met andere mensen wil voldoen. Maar je begrijpt, dit kan je natuurlijk niet zomaar met iedereen doen. Dit doe je met mensen die het verdiend hebben om jouw verhaal te horen. Of als een breder publiek er iets aan heeft, zoals ik het idee ook had met mijn burn-out, praat je er pas over als je het zelf verwerkt hebt. Dat wij vrouwen ons schamen, zal niks nieuws voor je zijn. Maar mannen ontkomen ook niet aan schaamte, hoe sterk en stoer ze soms ook lijken. Het zijn alleen andere dingen waar mannen en vrouwen zich voor schamen. En dit is meteen learning nummer 2. Voor vrouwen zijn het, nou, dit gaat je echt niet onbekend in de oren klinken, het uiterlijk, het moederschap en dat we perfect moeten zijn, maar absoluut nooit mogen laten zien dat we daar moeite voor doen, de belangrijkste bronnen van schaamte. Weet je, wij vrouwen worden opgevoed binnen een web van dilemma's en zij noemt daarin de double bind. Wat betekent dat? Dat je het eigenlijk toch nooit goed kan doen. Welke keuze jij ook maakt. En een voorbeeld hiervan, ik ken deze nog heel erg van mijn middelbare school. Als je maag bent, dan ben je preuts. Maar als je toegeeft van seks te houden, oh, dan ben je ineens een slet. En ik denk dat deze realisatie dat je het als vrouw eigenlijk nooit goed kan doen, aan zich al een soort van opluchting is. Als je het namelijk toch niet goed kan doen, leef dan gewoon vooral je eigen leven en maak jezelf gelukkig. Want als mensen toch pis gaan zijn, ongeacht welke keuze jij maakt, dan kun je er maar beter voor zorgen dat andere mensen pis zijn en jij gelukkig bent, dan dat beide groepen ongelukkig zijn. En dan snij ik nu het onderwerp geluk aan, want geluk is een van de moeilijkste emoties voor ons als mens om te voelen. Waarom? Omdat we geluk wantrouwen. En dat is meteen learning nummer 3. We zijn bang voor de verschrikkelijke gevolgen als we toegeven aan dat gevoel. Sommige mensen, en ik beken, ik was er ook eentje van, leven eigenlijk altijd in een soort van staat van pessimisme. Omdat je denkt, nou weet je, als ik toch maar denk dat het misgaat, dan ben ik daarop voorbereid en dan kan het me niet echt raken. Oh god, en ik ervaar dit ook nog steeds. Op het moment dat ik mijn vliegticket naar Indonesië boekte, ja, je raadt het al, ik zag constant een fucking vliegtuigcrash voor me. En in principe is dat niet zo heel gek, want ik vlieg ook nog eens met Malaysian Airlines. Het geeft echt een shit gevoel om daarover na te denken. En het enige wat je hier tegen kan doen, heb ik van Brené Brown geleerd, is dankbaarheid beoefenen. Dankbaar zijn dat ik überhaupt zo'n reis kan maken. Dankbaar zijn voor alle geweldige mensen die ik nu al ken. Dankbaar zijn voor alles wat ik nu al in mijn leven heb mogen doen. Weet je, het is allemaal perfect zoals het is. En ik heb op dit moment niet meer nodig om gelukkig te zijn. En dit kan jij natuurlijk ook voor jezelf doen als je merkt dat je ergens heel erg gelukkig van wordt. En dit kan zijn omdat je bijvoorbeeld eindelijk de relatie van je dromen hebt. Of eindelijk die baan waar je zo lang op hebt gewacht. En dan doemscenario's. Beoefen dankbaarheid als middel om die doemscenario's tegen te gaan en toch proberen te genieten van het geluk wat je voelt. Laatste learning. Er is één ding wat mannen en vrouwen die een diep gevoel van liefde en verbondenheid voelen onderscheidt van anderen die dat niet voelen. En dat is een goed gevoel van eigenwaarde. Als jij liefde wil ervaren en verbonden wil zijn met andere mensen, dan moet jij hier ook geloven en hier ook geloven dat jij dat waard bent. Wil je op dit moment meer weten en kan je niet wachten totdat je het boek in huis hebt? Brené Brown heeft een hele bekende TED-talk gegeven. De link hiervoor heb ik hieronder in de beschrijving opgenomen. Ik hoop dat je iets hebt aan deze video. Mij heeft het boek echt enorm geholpen. Steek een duimpje op als je deze video nuttig vindt. En als je al geabonneerd bent, dan zie ik je volgende week weer. Yay! High five, girlfriend. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan nu, want dan zie ik jou ook volgende week. Het was wel gezellig. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.